Jongen mensen, super dood jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal DX Racer. Vandaag ben ik niet alleen, ik ben samen met Rick. Your boy. Oftewel mijn broertje. Wij gaan vandaag deze mooie DX Racer stoel. Rood met zwart. Nee, zwart met rood. Ja, maar zelf wil. Gaan we in elkaar zetten. Dit gaat een hele klus worden, want we hebben allemaal dozen met onderdelen. Kussens, dit zit ook helemaal los. Ja, dit zit, kijk, we hebben ook die kussentjes, hè, dus die gaan we even aan de kant leggen, want die hebben we toch niet echt nodig. We gaan beginnen, let's go! Laten we eerst dit onderste kussen. Oh, dat is gewoon gevouwen. Oh, ja, ja. Nee, dat is een plankbandje. Oh ja, daar moet je mesje in doen, ja. Steken! Hoppa! Oh, dit is wel stuk uitgelegd. Oké, wacht. Tillen we samen op? Nee. Ja, en dan... Hoi! Nee, die kan allemaal piepschuim. Piepschuim. Oh, dit is geen piepschuim. Schuimpiep. Hoppa! Hier. Hier zit trouwens onze microfoon, dus nu een dubbele popfilter. Ja. Lekker snagel. Daar kan je denk ik niks doorheen gooien. Ja, oké. Laten we dit ding even naar het midden gooien. Ja. Hoppa. De gaatjes zitten klaar. Oh shit! Oh, de breedste leuningen erheen. Oh joh. Dat is sick. Je hebt gewoon van die verschillende standen. Oké, laten we beginnen met de wieltjes, of niet? Of gaan we eerst dit ding in elkaar zetten? Ik weet niet zo goed. Moet je zeggen, laten we de wieltjes doen. Waar is de gebruiksaanwijzing? Nergens. Zit hier eens een doos? Ik denk het wel. Kom even doosjes onderzoeken. Er moet een gebruiksaanwijzing bij. Anders gaat het helemaal fout. Waar is een mooi mesje? Nee, snacking. Dat gaat fout veel. Het is nu duiting. Duiting. Diep gediend hier. Gebruiksaanwijzing, is dit het? Echt? Oh, het is per doos heen. Dit moet ook hierop. Oh, wat ook, hè? Ja, dit zijn die kapjes. Kijk, dit zijn dus de kapjes die op dat, dit. Kijk, dit mooie ding. Ricky staat er snel voor. Ik sta ervoor. Hallo, ik sta ervoor. Dit is van ijzer houden. Oh, joh. Dat is wel zwaar hoor. Dat is zwaar. Oké, nou dat is best simpel. Doe jij dat maar? Nu krijg jij weer een melding. Domme jongens, we zijn zo beroemd hè? Ja, echt. Ja, het is gewoon alleen dit. Erop klikken, denk ik. Dat doe ik niet. Oh, wat hoog! Ik vinger in gewoon, hoi! Hoezo? Die moeten er dus in, denk ik. Ja, dat zijn van de klikdingen. Moet dit zo? Ja, en dan deze erop. Maar, oh, wacht. Wacht, laten we eerst... Zullen we hem even erop klikken dan? Ja, laten we het even in beeld doen. Dan leggen we deze even hier op de grond. We moeten het in beeld doen, jongens. In squat! Sorry. Oké. Dit, nee, vol. Goed niet dit. Moet gewoon echt klikken. Oh ja. Maar als je hem er nu in doet, krijg je het nooit meer af. Oh, die dopjes, dat is gewoon voor Syria. Ik denk het. Kijk, want je kan hem gewoon... Hij zit al vast. Die is heel mooi. Oh shit. Wat? Volgens mij moet je dat eronder doen. Nee. Jawel. Nee. Nee, kijk onder dat rode ding. Kijk, kijk. Oh, kut. Kijk, anders je kan het... Gebruiksaanwijzing. En dat vind ik er persoonlijk een beetje gay uitzien. En je kan het, ik denk dat het zo moet. Oh ja, hier aan de onderkant. Ja, dan moet hem ook. Hoe de fuck gaan we dat eruit krijgen? Oh, oh. Kijk hoe we dit doen, kijk. Oh. Oh jezus, wat een kut ding. Oh shit. Nou, dit was één. Oh jezus. Het heeft wel geholpen. Nou, we hebben nu de onderkant. Er moeten nog wieltjes onder. Dus laten we daar nog even... Dat is een lange doos volgens mij, toch? Oh, oh wat een stickers. Oh, shit. Anders zijn stickers voor je laptop. Oh, zie, dat is ook de zijkant. Hier, verder kijken. Zade! Rick, mag ik eens? Wanneer je... Oh, wat dan? Wanneer je een mooie vrouw op straat ziet lopen. De wieltjes! Dus, oh, die zijn groot. Net zoals die van mij. Deze dag al van, ik ben een free willy. Hoe is dit? Hier komt Bob, hè? Oh, dat is die hendel natuurlijk. Die hendel. Hier, we hebben er twee. Kom, word je minigolfen. We hebben niks om de golf. Hier. Oké. Ah, dus dat... Nee? We hebben gewoon zo'n hong... Waarom hebben we er twee trouwens? Is dat een reserve of zo? Je hebt twee hendels volgens mij. Oh, wat is dit dan? Hier is... Eentje denk ik om omlaag te gaan en eentje denk ik om... Weet dat ook weer? Ik weet niet meer. Je had op sommige stoelen heb je twee hendels. Kijkers, jullie weten wel waarvoor. Ja. We gaan het zo ook uitvinden. Noem die andere dan, daar zit er wel één van. Oké. Laten we eerst de wieltjes doen, ik denk dat het simpelst is nu. Ja, kut, ik heb hem er al in gedouwd, maar veter ook. Nee, ik denk dat het gewoon in kan. Moet dit ook een klik hebben? Volgens mij wel. Wacht, waar is de gebruiksaanwijzing? Nee. hier ligt die, maar dat is niet van... Dit zijn wij dat in de doos. Wielen... Nee, inderdaad. Niet voor de wielen. Oké. Dit is gewoon in moet vliegen. Oh, wacht. Ik snap het denk ik al. Kijk, zie je dit? Ding zit een beetje los. Misschien als je hem erin duwt, dat dat zo vast is. Ja, kut. Ik heb deze er al in gedaald. Ja, nee, maar dat hoort ook zo. Oh, dit zit al volgens mij. Ja, precies. Ik krijg hem er niet in. Hoe duw je dat dan? Ja. Zullen we op de grond anders doen? Ja, dat is wat hier... Oké, nou jongens, onze zeester is klaar. Pentring hier. Dat ziet er echt vet uit. Kijk, je rolt gewoon lekker, chill. Dat is net zo'n... Wat is dat voor? Hoe heet het? Zo'n karreinijn. Gebruiksaanwijzing! Nou gaat het spannend worden. We moeten toch nog meer hebben. Wat? Nog meer gebruiks. Oh wacht, nu moeten we dat grote ding. Deze. Oh ja. Ja! Maar hier hebben we ook allemaal spul en... Oké, hier. Leg hem op het bed neer. Wacht, deze leggen we even aan de kant. Deze hebben we nu af. Moeten die schroefjes en zo even in een zang die eruit. Ja, dat is waar. Omdat we die niet kwijt waren. Oké, even zien. Ik ga even doen, hoor. Oké, waar is stap 1? Stap 1? Oké. Sloop de doos. Stap 1 staat hier dat we het zitvlak aan de rugleuning moeten gaan doen. Auw! Is waar? Best wel. Laten we het altijd papier en plastic even de hoek in gooien. Het valt wel mee hoe zwaar die is, maar ik zit hem hier aan vast. Dat denk ik... Oh ja. Fijn. We hebben het zitvlak nodig, Rick. Jezus, dit is gewoon één dikke dildo gewoon. Heb je ook dunne dildo's dan? Ja, vast wel. Dit is ook zwaar, gast, wat een kabels. Plastic. Dit ding is ook zwaar. Oh, dit is vet. Dit zijn de zijkanten. Wow, er zitten hier ritsen in. Oh, dat is handig. Voor als, als dat ding wat vallen. Als dat schroefje erin komt. Oké. Dat is wel handig, denk ik. Laten we even kijken. Er zit al hier wel vast. We hebben dat moersleutel dingetje nodig. Dat zit hierin. Dat zit daarin. Maar hoe? We hebben zo'n draaiding erbij. Je moet toch die? Moet die niet hier aan de, onder de gids? Nee, nee, nee. Zeker niet. Nee, maar kijk. Waarom ben je weg? Oh, die dingen komen er nog op aan de zijkant. Oh, dus het ziet er al vet uit. Oké. Laten we die eerst verticaal neerzetten. Het Mens, hier. Wil je de mes aanleggen voordat ik iets mee steek? Oké. Dat is gewoon een plastic. Ik denk dat we van zijkant naar zijkant gaan werken. Dus zo en het moet je hierop zetten. Is dat al recht genoeg of kan het draaien? Oh ja, oké. Als jij het schroefwerk doet, dan hou ik dit ding wel recht. Dat is wat hier zegt. Oké. Wat zijn we weer kinderachtig vandaag. Wat was dat? Nee. Hoe dat? Oké, wacht wel. Nee, nee, eerst moeten die moertjes eraf weg. Oh, dat gaat lekker. Oh, dat ging heel hard. Zit die bij jou de bovenste er al in? Ja, niet helemaal strak, maar... Laten we eerst gewoon een beetje los. Oké, laten we... Ja, die... Er zitten aan elke kant 3, nee toch? Nee, 2. Oh mijn god, wacht even Rick. Bij mij zit het leer ervoor, man. Ja, dat had ik net ook. Moet je gewoon weer heen gaan. Nou, jongens. Ja? Ja. Jezus, die stoel is ook zwaar, hoor. Maar ik zie ook geen rits om dat open te maken, zeg maar. Ach ja, ik ga wel eens... Oh, dit is heel kut nu. Ja, ik ga even... Shit. Yo. Troon, hè? Troon. Oké. Volgende stap. De droom van troon. De dildo's. Dat ding hebben we nodig. Ik denk dat we... Eigenlijk, nu ik er zo, zo over nadenk, volgens mij hadden we eerst dat ding eronder beter onder kunnen doen. Dat had er inderdaad gekund. Volgens mij wordt het ook. Kun je dat ding aangeven? Waar is dat ding? Dit andere ding. Die zware. Wat is de zware? We hadden net zo'n heel groot blok. Oh, dat ligt hier. Oké, wacht, zullen we eerst dan de stoel er even ergens neerzetten? Wacht, ik moet even de hoek in gooien. Nee, nu moet ik weer. Die moet op de stoel. Hoppa. Wat een kawaii, hoor. Ik dit niet zo. Of zo, op een of andere manier. Ja. Daar komen we gewoon op achter. Jezus. Oké. De stoel kleuren nog even iets verder hoek in. Nou, we moeten eerst... Ja, laten we... Eerst die pin. Nee, nee, nee. Ah, eerst dat even. Dit ding wordt er. Hierin. Deze hoort aan de onderkant vast. Hierin. Ja. Oh, dat is een verstelding. Ja, deze moet hierin. En dan met die punten doorheen. Zo. En dan die moet dat... Oh ja, hier, kijk, die moet zo. Is dat het? Met die vossen. Helemaal vast natuurlijk hoor. Nee, zijn niet het vast. Nee, zit die vast. Ja, u krijgt hem er niet echt meer uit. Oh, lol. Oké, ja, dat ding moet wel. Lekker pijpen. Nou, dit. Ja. Oh, dit wordt zo. Ja, dat is dus kut. Oh ja, kut. Maar dat, als het goed is, is dat niet zo moeilijk. Oh. Je moet die gewoon op zijn kant leggen en dan kan je die naar aanspoelen. Zeg maar, ja, ik snap het. Zo. Zo. Ja, precies. Ik weet niet of hier extra stokken. Heb je één keer gezien hoeveel fucking moeren dit zijn? Ja, maar je hoeft er niet allemaal in te douwen, hè? Ja, dat is mooi. Vier. Oh, oh. Oh, de buitenste dus. Oh nee, we moeten deze gewoon losmaken. De buitenste. Die? Die vier? Kijk, oh, kut. Nee. Eén iemand moet hem losdraaien, de ander moet hem zo houden. Hou jij maar zo? Ik ben echt benieuwd hoe die timer eruit ziet, hoe lang OBS nu aan het opnemen is. Want volgens mij zit er echt al... Ja, zo, deze zit moer vast. Gadi! Oh, Moergadi. Ik zweer. Vergeleken, ik kon mijn oude stoel kon ik gewoon naar boven naar zolder tillen. Nou, dit ding kan ik dus echt niet. Naar zolder? Ja. Oh, bij deze van. Ja. Dit ding kan echt, dit is fucking niet zwaar. Zeker met die onderkanten nog omneden. Ja. Dus ben je een zwaar gewicht en wil je grond heel houden, koop deze stoel niet, want je zit met 500 kilo op één plek van. Volgens mij is deze stoel echt 200 kilo. Deze naad. Nee, wel zwaarder. Wel. Gewoon 100. Dat is helemaal ijzer natuurlijk. En die rol gebeuren, die wieltjes ook. Jij moet even coördineren of die goed zit. Niet goed, die moet naar rechts. Die kant. Verder. Nee, die kant. Ja, wat? Nou, ik ga hem wel wachten. Volgens mij als we hem nu op de grond zetten. Ja, oké, wel. Dan gaat het door. Ja, de zwaartekracht moet het goed. Ja, ja, pas op je teen. Goed zo. Zit ie? Ga erop zitten, dat zou ik zeggen. Zou ik het doen? Breek dat even in. Kraak! Oké, wacht. Volgens mij hoort het niet. Hij moet verder, denk ik. Hier, wacht, dan ga ik hem wel opzetten. Wacht even. Blaf! Oh, dat werkt niet. Hoort het zo? Volgens mij. Oh, wat een ding. Ik heb dat ook, hè, dat plastic randje, dat die iets... Straks spring ik in een kaak. Maar zo zit die god toch? Volgens mij wel, ja. Ja, volgens mij kan hij niet verder. Nou. Wat is dit geinig, jongen? Oh, wacht, die hendel moet even doen. Oh ja, hendel. Oh, hier. Hendelcap. Probeer die maar. Hendel. Oh joh! Hier het leuning, wat? Hoe wil je dat ding opgooien dan? Ja, tegenaan doen. Tegenaan. Haal maar op de grond voor de stoel. Hij is af! Ik ga wel zitten. Show jij maar even. Dan ga ik even met de webcam. Zo, hij zit wel hoog. Even omlaag hoor. Oh, wacht, dit moet hier. Oets. Nou, kijk, hoe zit hij? Pittig lekker. Dat ken je door dit. Oh. Zo, hoe gaat het ook wachten? Wat was het anders dan een hendeltje? Je doet het nog dicht. Kijk, ik ga even PewDiePie nadoen, jongens. Let op. Wat ken je door dit? Dat lijkt me zo eng, hè? Dat lijkt me zo eng. Ja, ik kan wel lekker slapen zo. Hey Rick. Hi. Oké, zullen we dat ding even achter de desk neerzetten? Waar zit dat? Joch, hier. Wat? Ja, hij ziet er wel echt sick uit. Draai even een mooi rondje. Komt door mij. Kijk jongens. Oh, de kussentjes! De kussens! Dat is natuurlijk wel daar. Neem ze mee, Dylan. Ik neem ze mee. Yeah! Woehoe. Ja, dat kan ook nog leunen. Dat vind ik wel een beetje eng. Hé jongens. Jullie kijken gewoon lekker... Oh shit. Nou, dat is lekker tv kijken. Oh, je kan je gewoon slapen, jongen. Hey. Dit ligt echt chill. Zo mensen, dit was natuurlijk de unboxing video van deze mooie DX Racer stoel natuurlijk. Super dope dat jullie allemaal hebben gekeken naar deze video. Ik wil mijn broertje natuurlijk heel erg bedanken voor het meehelpen om dit ding in elkaar te zetten. Want mijn vorige stoel, die jullie in alle andere video's hebben gezien... hebben wij ook samen in elkaar gezet. Dat was ook nog best een klus. En dat ding is al, wat zal zijn, in mijn vorige huis nog. Dus 2 jaar, 3 jaar geleden of zo dat ik die stoel heb aangeschaft. En nu hebben we gewoon een nieuwe DX Racer. Dit dingetje is natuurlijk wel een tikkeltje duurder. Dus ik wil alle mensen die hebben gedoneerd, die mijn video's hebben gekeken, geliked, gewoon van alles. Want zonder jullie, de donaties en eigenlijk het viewgeld, heb ik deze stoel niet kunnen aanschaffen. Dus ik wil jullie super bedanken daarvoor. Het is echt... een dikke love naar jullie, want jullie support is insane, jongens. Deze stoel gaan we vanaf nu in de streams en in de video's zien. Dus ja, hij zit super chill. Ik moet er wel echt aan wennen. En vergeleken met mijn vorige stoel lijk ik in deze stoel eigenlijk best wel klein. Want ja, Deze stoel is gewoon mokergroot. Ik ben, wat zal het zijn, rond de 1,80 of zo. Maar deze stoel is best wel groot, dus ik moet hier wel even aan wennen. Het zit wel echt chill. Je kan hem ook gewoon helemaal naar achter doen. En dat vind ik echt het vet. Ik zal even demonstreren. Ik hoop niet dat ik mijn kop gestoten. Woehoe! I'm flying! Oké, nee. Dus hij zit super chill. Ik heb het trouwens voor de mensen die ook een DX Racer hebben. Je hebt ook zo'n kussentje in je rug. Hier beneden, hier zo. Alleen, ik vind dat persoonlijk, ja, het zit niet heel erg chill. Ik snap wel waarvoor het bedoeld is eigenlijk, maar ik kan er eigenlijk persoonlijk niet echt aan wennen. Ik ben het gewoon niet gewend in mijn oude stoel, dus ja. Ik vind dit nekdingetje, vind ik wel erg chill. Zeker als ik geen pet op heb, zit dit echt heel erg chill. Alleen dat rugdingetje, ja. Ik denk dat het is bedoeld natuurlijk zo dat je recht zit, maar ik... Zo'n bobbel in je nek, waarschijnlijk moet je er gewoon aan wennen, maar ik heb daar geen zin in, want ik ben lui. En ja, ik vind het zo eigenlijk chill zitten. Het ziet er chill uit, ik kan gewoon lekker gamen. De leuningen komen ook gewoon precies onder mijn bureau, want mijn vorige leuningen zijn echt helemaal kapot gegaan door het bureau, omdat die iets te hoog was. Maar ja, ik ga het hierbij afsluiten, jongens. Vergeet ook zeker even mijn broertjes kanaal uit te checken. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten van zijn kanaal. Gun hem even de support, want ja, hij heeft natuurlijk wel gewoon meegeholpen met deze stoel. Dus wil ik je heel erg voor bedanken, Rick. Vergeet niet duimpje omhoog op deze video, te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.